In deze video laat ik je zien hoe je met behulp van HTML en CSS tooltips kunt maken. En tooltips zijn kleine tekstballonnetjes die verschijnen zodra je met je muis boven een bepaald object op je website zweeft. Nou hier zie je een hele simpele website met daarop maar één object, namelijk een plaatje. En als ik met mijn muis boven het plaatje ga zweven dan zie je die tooltip daar verschijnen met wat extra informatie over dit object. Dus in dit geval over dit plaatje. Nou, ik zal je nu stap voor stap laten zien hoe je zelf dit soort tooltips kunt gaan maken. En daarvoor ga ik eerst even uh, alle code uit mijn website verwijderen, dus zowel de CSS-code als de HTML-code, uh, zodat we samen in deze video stap voor stap dit hele geheel weer kunnen opbouwen. Dus ik open eerst mijn HTML-bestand en alles tussen de openingsbody-tag en de afsluitende body-tag dat verwijder ik hieruit. En hetzelfde doe ik bij mijn staal.css bestand en mijn CSS-code, dat verwijder, of dat maak ik helemaal leeg. Dus dat mijn website op dit moment helemaal niks meer bevat. Ik slaap zowel mijn HTML-bestand als mijn CSS-bestand op en ik ververs de pagina. En je ziet nu dus een leeg scherm uh, verschijnen. Mijn website is nu helemaal leeg. We gaan nu dus stap voor stap die tooltip opbouwen. Oké, okay, ik begin met een, uh, het aanmaken van een soort container. En dat doe ik met behulp van de division tag. Dus de div tag. En die uh, schrijf je als volgt: kleine randteken en dan div van div en ik geef deze div meteen een class mee dus class is dubbele aandrukstekens en ik zal die class info noemen en ik sluit dan deze tag af via de uh, grote via het grote dan teken dus het wordt kleiner dan teken div spatie class is dubbele aandrukstekens info dubbele aandrukstekens grote dan teken nou, ik moet deze div tag afsluiten via de afsluitende div tag dus kleiner dan teken slash div grote dan teken en dan heb ik mijn containerblok gemaakt. In dit blok ga ik een plaatje zetten. En ik heb in mijn website map één plaatje staan. En dat plaatje heet plaatje.jpg. En dat is dus het uh, plaatje wat je net zag hè, van die stad aan het water. Nou, om een plaatje in HTML te laden gebruik je de IMG-tag. Dus een kleine randteken IMG, spatie. En dan moet je de locatie van het plaatje aangeven. Dat doe je met behulp van het attribuut uh, src, de source is dubbele aanhalingstekens en ja mijn plaatje staat gewoon in de hoofdmap van mijn website net zoals mijn HTML-bestand. Dus ik kan rechtstreeks hier plaatje.jpg typen. Ik zal er nog een alt-attribuut opgeven. Alt is uh, stad bij water. Wanneer je een plaatje invoegt, dan ben je ook verplicht om het alt-attribuut te vullen. Uh, anders uh, zal je HTML-code niet uh, als geldige code gevalideerd kunnen worden door het W3C, dus het uh, wereldwijde consortium die de standaarden voor het internet uh, regelt. Maar zo voeg je dus een plaatje in. Hè. Kleine handtekening IMG, spatie source is en dan de locatie van het plaatje, het pad het plaatje. Dan spatie alt is en dan de beschrijving uh, of de alternatieve tekst voor dit plaatje. Als ik nu mijn website opsla en ik ververs de website, dan zie je weer mijn plaatje verschijnen. Alleen er is nu nog geen tooltip. Die tooltip ga ik maken met behulp van de span tag. Dus onder het plaatje typ ik klein teken span. En ik geef deze span ook een class. Dus ik typ achter span een spatie. En dan class is dubbele aandachtstekens. En ik zal deze class info tekst noemen. En dan kan ik mijn stukje tekst schrijven. Uh, dit is de tekst die verschijnt. In de tooltip. Dit is dus de tekst die in de tooltip dadelijk uh, te staan komt. En daarna sluit ik mijn span tag weer af via kleiner dan teken, slash span, groter dan teken. En daarmee heb ik eigenlijk uh, de HTML-code al geregeld uh, voor mijn tooltip. Als ik nu mijn website opnieuw open, dan zie je dat die tekst, en dit is de tekst die verschijnt in de tooltip, hier meteen tevoorschijn komt. Ik moet dus nog een aantal zaken gaan doen om dit inderdaad een tooltip te laten zijn die alleen verschijnt op het moment dat ik boven mijn plaatje zweef. En dat ga ik regelen met CSS. Dus ik ga nu over naar mijn CSS-bestand en ik zal eerst de class info, dus mijn div met de class info, van wat styling voorzien. Nou, een class benoem je in CSS altijd met een punt. Dus punt en dan de classnaam. In dit geval punt info, want info is de classnaam. Dan typ ik een accolade openen en een accolade sluiten. En tussen die accolade openen en accolade sluiten komen de eigenschappen en de waarden voor mijn klas. info. Nou, ik ga eerst de positionering regelen. En ik zet, uh, of ik zet deze op relative. Dus position, dubbele punt relative. Punt comma. En dan regel ik de eigenschap display, dubbele punt. En die zet ik op inline, steepje, blok. Punt comma. En ik sla het even op. Als ik mijn website opnieuw open, dan zie je dat er nog weinig gewijzigd maar goed, dat komt met de CSS-code die we vanaf nu gaan aanbrengen. En de CSS-code die ik nu ga uh, aanbrengen, die is bedoeld om de klas Infotext van styling te voorzien. En we hadden uh, de tekst voor onze uh, tooltip in een span gezet. En die span hadden we de klasnaam Infotext gegeven. En we gaan er dus deze klas van styling voorzien. Nou, de klasnaam is Infotext. En je moet dus een class aanroepen in CSS met een punt. En dan de klasnaam. Dus het wordt. .info-text, accolade openen, accolade sluiten en hier kan ik dus dan mijn CSS-code kwijt voor mijn tooltip tekst. Nou, ik zal eerst de achtergrondkleur gaan regelen, dus de background color en die zet ik op zwart, dus hekje 000 en de eigenschap is background-color en de waarde daarvan wordt hekje 000, wat voor een zwarte kleur staat. Doordat deze achtergrondkleur nu zwart wordt, zal mijn tekst, uh, die ook zwart is, daar niet meer te lezen zijn. Dus ik ga de tekstkleur op wit instellen. En dat doe ik via de eigenschap Color. En ik geef die de waarde hekje FFF. En dat betekent een witte tekstkleur. Ik kan er nog een klein randje om mijn uh, tekstblond heen zetten. Hè? Border. Uh, dubbele punt. Solid. One pixel. En ik zal die even een wat contrasterende kleur geven, zodat je het randje goed kan zien. Uh, wat dacht je van mooi oranje? hekje FF6600. Dit betekent dus dat ik een randje maak, een border die ononderbroken is, en solid, 1 pixel dik en de kleur oranje krijgt. Nou, ik sla mijn staal.css-bestand even op en ik ververs de pagina. En je ziet dat de styling al doorgevoerd wordt voor mijn tooltip. Ik wil de tekst gecentreerd tonen in mijn ballonnetje, dus uh, tekst-align. Die zet ik op center. En ik wil ook wat ruimte in mijn ballon geven, dus dat de tekst niet meteen tegen de ballonrand aangeplakt zit. En dan kan ik met padding doen. En ik stel de padding in op 10 pixels. Als ik nu mijn website opnieuw laat, dan zie je dat mijn tooltip al uh, ja, wat aardiger eruit begint te zien. Uh, wat misschien ook een mooi is, is uh, wat afgeronde randjes en een klein beetje schaduw onder mijn tooltip. En dat kan ik regelen via de eigenschap border. Set je radius, die zet ik op 10 pixels. En de eigenschap box shadow, wat er zorgt voor een klein schaduwtje onder mijn tooltip, die zet ik op 2 pixels, dat is in horizontale richting. 2 pixels, de schaduw in verticale richting. En de blurfactor wordt ook 2 pixels, daarmee wordt die schaduw een klein beetje vervaagd. En de kleur van de schaduw zet ik op donkergrijs, hekje 333. Ik zal nog eens kijken hoe het eruit ziet. En je ziet dat mijn tooltip er al heel redelijk uit begint te zien. Alleen wat je ook ziet is dat de tooltip uh, meteen in beeld is. En eigenlijk wil ik dat deze tooltip alleen verschijnt zodra ik met de muis uh, boven mijn plaatje ga zweven. Nou, ik zal nu eerst ervoor zorgen dat deze tooltip verdwijnt wanneer je niet met je, je muis boven een plaatje zweeft. En dat kan ik doen met de eigenschap visibility. Dus ik geef mijn class infotext de eigenschap visibility. En ik zet de waarde ervan op hidden, dus op verborgen. Als ik nu mijn CSS-code opsla en ik ververs de pagina, dan zie je dat mijn tekstballon uh, verdwenen is. Uh, ik haal dit nog even weg trouwens, want ik moet nog eerst de positionering van mijn tekstballon uh, regelen. Dus als die tekstballon dadelijk verschijnt, dat die ook op de juiste plek verschijnt. Nou, ik wil dat deze ja, midden naast, hè, aan de rechterkant van mijn plaatje, en een beetje in het midden komt verschijnen. En dat kan ik dus doen met uh, de eigenschap. Position. Daarmee kan ik dit, deze tekstblond gaan positioneren. Ik geef dus mijn class info tekst de eigenschap position en ik zet deze op absolute. En wat houdt absolute in? Nou, absolute houdt in dat iets gepositioneerd wordt ten opzichte van hetgeen waar hij in zit. En dat klinkt misschien een beetje cryptisch, maar als je nog eens naar onze HTML code kijkt, dan zie je uh, dat de class info tekst, waarvoor uh, we nu dus styling aan het regelen zijn, is gekoppeld aan een span en die span bevindt zich in een div met de klas info. Dus de div met de klas info is het ouder element en het kind element is de klas info-tekst. Wanneer ik de positionering voor de klas info-tekst op absoluut zet, dan wordt de positionering bepaald ten opzichte van het ouder element, dus van de div met de klas info. Nou, deze div met de klas info, die heeft verder geen bepalingen ten aanzien van de hoogte en de breedte, en die zal dus de hoogte en de breedte van de inhoud aannemen. En wat staat er voor inhoud in deze div met de klas info? Nou, mijn plaatje. En mijn plaatje is toevallig 600 bij 600 pixels uh, groot. Dus 600 breed, 600 hoog. Dat betekent dus dat ik die ook kan aanhouden uh, als waarde voor de positionering van mijn tekstblok. Nou, stel je voor dat ik uh, uh, mijn uh, tekstballon rechts van mijn plaatje zou willen positioneren. Dat betekent dus dat mijn tekstballon uh, 600 pixels van de uh, linkerkant van zijn hoofdblok geplaatst moet worden. En dat kan ik als volgt doen. Ik typ dan left dubbele. Punt, 600 pixels punt, comma. Daarmee wordt mijn tekstballon 600 pixels van de linkerhand van zijn ouder element geplaatst. En je ziet dat het ook gebeurt. Hè. Nu staat de positie, positionering op absolute en de uh, positie ten aanzien van de linkerkant is 600 pixels. En daarmee komt mijn tekstplon perfect naast mijn plaatje te staan aan de rechterkant. Zou ik mijn tekstplon midden in mijn plaatje willen hebben staan, dan zou ik hem uh, op iets minder dan 300 pixels moeten zetten. En want de tekstblon neemt zelf ook ruimte in. En 600 gilder 2 is 300. Maar aangezien de tekstblon zelf ruimte inneemt, moet je voor een uh, gecentreerde uitleiding uh, iets minder dan 300 uh, maken. Dus stel je voor dat ik van uh, left 250 Pixels zou maken dan komt mijn uh, tekstplon ongeveer hè, vanaf de linkerkant hier in het midden van mijn plaatje te staan. Nou, ik wil dus uh, mijn tekstplon hier rechts hebben staan, maar waar jij je tekstplon neerzet is uiteraard helemaal je eigen keuze. En ik wil vanaf de bovenkant gezien dat mijn tekstplon ongeveer in het midden komt te staan van het plaatje en dat kan ik met de eigenschap top doen, dus de afstand vanaf de bovenkant die aangehouden moet worden en die zet ik op 250. Pixels. En daarmee positioneer ik dus mijn tekstballon. Ik druk op F5 en je ziet dat mijn tekstballon redelijk uh, rechts en in het midden van mijn plaatje tevoorschijn komt. Dit vind ik een prima positionering. Nu ga ik weer die eigenschap visibility uh, instellen. En die zet ik weer op hidden. Waarmee dus die tekstballon verdwijnt of verborgen wordt. Zolang ik niet met mijn uh, muis over het plaatje zweef. Alleen. Als ik nu met mijn muis over het plaatje zweef, dan zie je dat nog steeds die tekstballon uh, verborgen blijft. Ik moet dus uh, ervoor zorgen dat er iets gebeurt wanneer ik met mijn muis boven dit plaatje zweef. En dan kan ik als volgt doen. Onder de styling voor de klas info tekst, uh, roep ik weer een stukje styling aan voor de klas info, dus mijn div met de klas info, he, info. Alleen dan een specifieke status van die klas info, namelijk de status die die heeft wanneer je er boven zweeft met de muis. En dat doe ik door achter de klas info een dubbele punt te typen en dan het woordje hover neer te zetten. En hover betekent zweven boven iets. Dus voor de klas info bij de status hover. En ik noteer achter ook nog de klas infotext. Accolade openen, accolade sluiten. Daar moet er wat gebeuren. Uh, en ik gebruik hier weer de eigenschap visibility. En ik geef nu als waarde op visible. Dus wanneer je dadelijk zweeft boven uh, de class info, dus boven de div met de class info, waar zich dus het plaatje in bevindt, dan zal uh, de infotext, zal de eigenschap visibility en de waarde visible krijgen, waarmee dus de tekstballon getoond wordt. En daarmee heb ik eigenlijk mijn tooltip gemaakt. Als ik nu mijn website opnieuw ga openen en ik zou nu gaan zweven boven mijn plaatje, dan krijg ik dus de tekstballon krijgt uh, de eigenschap, he, die heeft nu nog de eigenschap visible met als waarde hidden. Maar als ik met uh, mijn muis boven een plaatje ga zweven, wordt die eigenschap visible qua waarde gewijzigd in visible. En daarmee wordt die tekstballon dus getoond op de plek waar ik hem eerder neergezet had. Ik ga zweven boven mijn plaatje en daar zie je mijn tekstballon al verschijnen. En zo kun je dus uh, ja, heel eenvoudig tooltips aanmaken met HTML en met CSS. Nou, uiteraard kun je deze... Uh, Code ook gewoon gebruiken in jouw Joomla of WordPress website. En wanneer je naar Joomla gaat, je zou een artikel openen en je zou in je artikel um, op de knop Schakelen, tekstverwerken verwerken klikken om in de HTML-modus te, te komen. Dan zou je hier dus die HTML-code kunnen plaatsen uh, die we juist aangemaakt hadden. En in je CSS-bestand zou je de CSS-code kunnen plaatsen. En daarbij krijg je dus op je Joomla-website dergelijke tooltips. Ook in WordPress zou je het kunnen toepassen. Ja, als je in Wordpress een bericht opent, en ik zal even een Wordpress uh, bericht openen. En hier zie je een bericht in Wordpress. Nou, zorg ervoor dat je hier um, boven het tekstverwerker op het tapje tekst hebt geklikt om in de HTML-modus van je bericht te komen. Plaats hier dan je HTML-code voor je tooltip en uh, voor het object waarvoor je de tooltip uh, wilt, uh, wilt toepassen. En vervolgens kun je in je thema uh, kun je het uh, staal.css-bestand gaan bewerken om de... Benodigde CSS-code voor je tooltip door te voeren. En zo kun je dus uh, ja, zonder gebruik van plugins uh, in WordPress of Joomla ook tooltips maken puur met HTML en CSS. Ik hoop dat je deze video nuttig en interessant gevonden hebt en ik wil je heel hartelijk danken voor het kijken.